In mijn geval. Ik ben Caro Ilias, aangenaam hallo. Vroeger had ik borsten, maar dat ging niet langer zo. Ik klopte niet als meisje, maar een jongen ben ik niet. Zat mijn lichaam toch niet lekker? Dat is genderdysforie. Dus eraf met die borsten, nu zijn ze er niet meer. Geen man of vrouw, maar non-binair. Hoe werkt dat nou weer? Zonder borsten. Zonder borsten. Zonder borsten. Zonder borsten. Welkom bij de laatste aflevering, Hoe besta ik zonder borsten? Deze webserie heet Zonder borsten, omdat ik met trots mijn borsteloze lichaam en mijn identiteit de wereld in wil leren dragen. Voor mij persoonlijk betekent zonder borsten openlijk non-binair. Lange tijd heb ik gedacht dat ik vrouw moest zijn om een leuk leven te leiden. Maar op een gegeven moment ging dat niet meer. Na lang twijfelen en onderzoeken wie ik was, wist ik dat ik mijn borsten wou laten verwijderen. Ze voelden alsof ze niet bij mij hoorden. Als twee grote vleesklompen die in de weg zaten op mijn lichaam. Vanaf het moment dat mijn operatie gepland stond, besloot ik me niet meer voor te doen als iemand die ik niet ben. Ik besloot openlijk non-binair te zijn. Ik wou als mijn non-binaire zelf meer durven dromen. Durven vertrouwen op een toekomst. En voor mezelf durven opkomen. Maar vooral wou ik leren te houden van de persoon die ik ben. In plaats van de persoon die ik denk dat de rest van de wereld zou willen zien. Tijdens de gesprekken die ik in deze serie heb gevoerd, ben ik dit aangegaan. En heb ik veel van anderen geleerd. Ik heb geleerd dat ik er mag zijn. En dat alleen ik kan weten wat het beste bij mij past. Alle vorige afleveringen ging ik met mensen aan tafel om van hen te leren. Maar als ik wil leren meer naar mezelf te luisteren, moet ik denk ik meer naar mezelf gaan luisteren. Daarom geef ik deze aflevering mezelf het woord. Caro, leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook heel leuk om er te zijn. Je borsten zijn eraf. Hoe vind je het eigenlijk om over je operatie te praten? Ik wil het wel over mijn operatie hebben, maar ik denk dat mensen het vaak zien als het grote ding. Terwijl voor mij was die operatie echt zo'n klein dingetje. Als in, natuurlijk is het heftig om geopereerd te worden, maar ik was niet gespannen en toen ik wakker werd dacht ik, oh, het klopt. Ik had verwacht dat er een soort van mega euforisch moment zou zijn. Dat ik in de spiegel zou kijken en dat ik zou huilen. En dat ik zou denken, oh, dit is het moment. Maar ik keek in de spiegel en ik dacht, oh chill, het klopt. En dat was het, weet je wel. Dus ik heb eigenlijk meer last gehad van het hele proces van een diagnose krijgen. En de hele sociale transitie. Dat mensen daarin tijd nodig hadden en moesten wennen en vragen hadden. En mezelf moeten leren accepteren dan dat die operatie een ding was. Die mentale transitie. Wat betekent die nou precies voor jou? Zo op zoveel lagen een zoektocht of zo. Hoe met jezelf om te gaan, omdat ik geboren ben in een lichaam en met een genderidentiteit die voor mij niet klopt. Dus het is gewoon telkens, elke keer als ik in een nieuwe sociale setting kom, weer een zoektocht hoe ik me daar ga presenteren. Of ik dan met de situatie meega omdat het me meer energie kost om het uit te leggen. Of dat ik het uitleg omdat het liever voor mezelf is om aangesproken te worden waarin ik me goed voel. Maar als de hele wereld zo je de hele tijd signs geeft dat je er niet mag zijn, of dat je moeilijk bent, of dat je, dan ga je dat zelf ook geloven. Dus dan moet je even gaan vertrouwen dat je dat mag, dat je mag bestaan, of zo. Waar twijfel je over? Oh, maar is dat dan niet te moeilijk? Is dan wel de reden dat ik me zo voel dat ik non-binair ben? Artsen zeggen tegen mij dat het heel ingewikkeld wordt en dat ik het echt zeker moet weten, maar ik weet het niet zeker. Is het dan dat ik het moeilijk vind om vrouw te zijn? Ja, ik vind het sowieso moeilijk om vrouw te zijn, maar is het dan omdat ik geen vrouw ben? Oké. Dus dat is het, dat ik geen vrouw ben. Oké, maar ben ik dan transman of ben ik dan non-binair? Oké, ik ben geen transman. Oké, dan ben ik non-binair. Oh, maar de hele wereld heeft hier een mening over. Moet ik dit dan aangaan? Wat kan ik van mensen vragen? Wat moet ik in mezelf vinden? Gewoon het hele. Hoe zou de wereld eruit moeten zien voor jou om je chill te voelen? Ik zou willen dat de wereld opener was voor dus mensen die niet in het hokje man of vrouw passen. Dus dat je vooral bij die basale dingen als een huis, een baan vinden, gewoon dingen die je nodig hebt om een leuk, gelukkig leven te leiden. Dat je er dan niet tegenaan loopt dat je non-binair bent. Maar het is niet zo, dat vind ik wel belangrijk om te zeggen, het is niet zo dat ik dus wil dat er geen man of vrouw meer bestaat. Want ik snap dat mensen gelukkig worden van man of vrouw zijn. Maar het zou voor mij chill zijn als er bijvoorbeeld een derde toilet is. Dat ik de mogelijkheid heb om te zijn wie ik ben,
Zonder dat dat meteen een bedreiging is voor iemand anders. Want nu heb ik soms het gevoel dat ik een bedreiging ben voor iemand anders. Omdat ze denken, oh mijn, ik mag er dan niet zijn. Terwijl dat is niet... Ben er! Besta! Maar ik wil ook gewoon... liefde, vriendschappen, een leven. Dat. Ik wil ook bestaan. Stel, je zou opnieuw geboren kunnen worden. Zonder non-binariteit. Dus man of vrouw. Zou je doen? Hell no. Nee, ik had echt geen vrouw willen. Eigenlijk is het ook een beetje een feestje. Als in, ik leer en mezelf liefhebben. Ik leer over dingen communiceren. Ik leer... ik maak super mooie dingen mee. En ik ben gewoon heel blij met non-binair zijn. Want ik vind het gewoon heel tof om non-binair te zijn. En ik kan niet zo goed uitleggen wat het is. Maar het is gewoon... Ik ben gewoon mens. En dat vind ik heel nice. Een deel van je transitie kan je zelf aangaan. Maar voor medische of psychische hulp ben je afhankelijk van instanties. Hoe gaat dat in zijn werk? Normaal zouden we een wetenschapper aan het woord laten. Dit keer ben ik de deskundige. Aan de hand van mijn eigen ervaringen. Als je medische of psychische hulp wil, heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig. Huisartsen weten niet altijd naar wie ze je kunnen doorverwijzen en de wachttijden voor genderzorg zijn erg lang. Daarom vond ik het zelf fijn om me vooraf te verdiepen in welke zorg mogelijk is en me naar meerdere plekken te laten doorverwijzen. Zelf ben ik doorverwezen naar een psycholoog die gespecialiseerd was op gender, waar ik vooral mijn sociale transitie besprak, en naar de genderpoli van het VUMC. Bij het VUMC richten psychologen zich vooral op een mogelijk medisch transitieproces en de diagnosestelling. Deze diagnose heb je nodig voor medische of psychische trajecten en om een X in je paspoort te kunnen krijgen. Een diagnose krijg je door middel van maandelijkse gesprekken met een vaste psycholoog. In die gesprekken wordt getest of je mentaal en sociaal sterk genoeg bent om een transitieproces aan te kunnen en of je zeker bent van al je keuzes. Naast deze gesprekken krijg je ook een medische screening en moeten mensen die jou al lang kennen, zoals bijvoorbeeld je ouders, eenmalig op gesprek komen. Dit hele traject duurt ongeveer een half jaar. Nadat je je diagnose krijgt, kan je traditioneel gezien beginnen met hormoontherapie. Weer een half jaar later kan je beginnen met eventuele operaties. Vervolgens blijf je, zolang je hormonen gebruikt, bij de behandelaar terugkomen voor medische onderzoeken en gesprekken. In mijn geval mocht ik in overleg met het VUMC afwijken van dit behandeltraject. Ik mocht beginnen met een borstverwijdende operatie bij een externe chirurg om vervolgens te beginnen met een microdosering testosteron. Voor mij is mijn hele medische transitie relatief goed verlopen. Mede omdat ik de mogelijkheid had om dit traject volgens mijn wensen vorm te geven. Je hoeft dus niet per se de traditionele weg te volgen. Maar de transgenderzorg in Nederland is nog lang niet perfect. Er is niet zoveel ruimte voor twijfel. Er ligt ontzettend veel druk op trans mensen om te bewijzen dat ze het willen, dat ze het aan zouden kunnen en dat er niet iets anders achter hun klachten zit. Dit kan het een erg zwaar proces maken. Wil je meer weten, kan je ook kijken op de website van Transvisie. Ik heb daar veel aan gehad. Ik zou het mooi vinden als er binnen de transzorg beter geluisterd zou worden naar de behoeftes van transindividuen. Want elk transitieproces is anders. Iemand die me hier bewust van maakte is Farron. We zijn beide non-binair en hebben elkaar veel gesteund en aangemoedigd. Hey. Hey. Ik heb een tractatie mee. Oh, waarom? Om te vieren dat we non-binair zijn. Oh, nou, dat is wel een feestje waard. Mag ik dit gewoon pakken? Dan? Je mag dit gewoon pakken, ja. Leg het even op tafel. Heb jij ook het gevoel van een transitieproces en hoe ziet dat er dan uit? Jawel, ja. Omdat ik heb mijn naam veranderd in Farron. Dat ik me gerealiseerd heb dat het echt wel noodzakelijk is om... Of dat het voor mij als belangrijk voelt om soms feminine kleren aan te hebben. Zoals een jurk of een rok. Ik ben ook een beetje aan het experimenteren met of het welke voornaamwoorden fijn voelen voor mij. Hmm. Op wat voor manier denk je dat wij verschillend zijn in ons non-binair zijn? Voor jou is het misschien geen lichamelijk ding? Nee, ik heb geen... Niet het, wat ik zeg, ik heb niet het idee dat ik een ander lichaam wil. Ik zou het fijn vinden als mensen op basis van mijn lichaam niet bepaalde dingen aannemen. Ja. Zoals dat ik een man ben. Dat is een beetje het. En voor mij is het een combinatie van beide. Ja. Nou, ik heb dus niet inderdaad die lichaamsdysforie, zou ik zeggen. Of in elk geval niet zo onontkoombaar als bij jou. Zou je ooit operaties willen? Eigenlijk niet. Weet je, het is echt meer
hoe je geïnterpreteerd wordt, hoe er naar je gekeken wordt. Wat ik soms vervelend vind, dat ik dan denk van, oh, iedereen interpreteert me als man. En dat vind ik vervelend. Mm. En dan soms denk ik wel van, oh, zou het niet super fijn zijn om dat niet te hebben? Maar dan denk ik ook weer van, ja, maar dat hoef ik eigenlijk niet. Zeg maar, dat is niet iets wat ik zelf, hoe ik graag mijn lichaam zou zien. Maar hoe is dat dan voor jou als in, je hebt een snoer, die staat je fantastisch. Maar er zullen ook mensen zijn die dat zien en dan denken, ja, maar dan ben je niet non-binair of zo. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Of wat zeg je als je dat soort reacties krijgt? Ja, zeg maar, oh, nou ja, er is niet één manier om er volgens een, op een... Ah, er is niet één manier om er volgens op een, om er als een gender uit te zien. Mm-hmm. En het andere ding is ook, mijn voorkomen is er niet voor iemand anders om te begrijpen. Het spijt me zeer, maar nee, dat is... Dat is ook om te vieren trouwens. Ja. Ja. Wat voor onderdelen van jouw non-binariteit wil je vieren nu met dit feestje? Dat ik mooi en aantrekkelijk en interessant kan zijn. Of dat we mooi en aantrekkelijk en interessant kunnen zijn. Ja. Dankzij onze non-binariteit in plaats van ondanks. Oh, en wat ik ook wel vind, dat er niet één manier is om non-binair te zijn. Nee. Nee. Maar dat er zoveel wegen leiden naar zelf zijn. Ja. En dat is gewoon cool. Ja. Hoera! 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 Dit was Zonder Borsten. Mijn zoektocht is nog niet af. Het proces is nog niet klaar, maar ik mag er zijn. En jij ook. Ik hoop dat jullie jezelf ook een schouderklopje geven. Dat jullie ook trots zijn op jezelf. Of jullie jezelf de ruimte geven om dat te leren. Bedankt voor het kijken.